Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Ik ben Lindsey. Uh, voor degenen die mij nog niet kennen, ik uh, ben transformatiecoach of ik, ben, ik werk als transformatiecoach. Wat dat dus wel betekent, is dat ik mensen help in het weer omarmen van hun essentie. Um, en een van de stukken daarvan is om uh, of via inzicht te brengen, via boodschappen door te geven, via informatie te channel van mijn team, via mijn team, via mijn verbinding. Om meer dingen uit te leggen. En één ding waar ik heel gepassioneerd rond ben, is uh, rond het stuk van tweelingblammen. Om Net omdat er door zoveel dingen uh, verkeerde informatie voor rond verspreid wordt, um, heb ik eigenlijk nu uh, tot nu toe zitten aan vijf delen. Dus dat betekent dat je de komende dagen vijf video's van mij mag verwachten rond delen dingen, uh, rond inzichten van tweelingblammen, rond misverstanden, rond. Uh, Mysteries, misschien dat jij zelf nog niet van op de hoogte bent of dat je niet weet of dat hij niet kent. En daar gaan we uh, de komende dagen over spreken. Ik uh, heb het ook als uh, blog genoteerd, zodat als je liever wilt gaan lezen, dan kan je gerust naar mijn website gaan en daar de uh, volledige tekst gaan lezen. Kijk je liever, luister je liever, dan uh, blijf je gewoon de rustig hier verder zitten. Nu, uh, het mysterie van tweelingvlammen is iets wat al heel lang en heel uh, eeuwenlang eigenlijk speelt. In bewustzijn van de mens. Uh, en dat zie je ook in de geschiedenis, dat zie je ook in de boeken, dat zie je uh, in de films, overal en rond. En jammer genoeg werd hierdoor ook heel veel verkeerde informatie verspreid op het internet. Waardoor dat, wanneer je zelf een tweelingvlam bent en je loopt op dat pad en je, je wilt een relatie op bepaalde vorm of een connectie vormgeven, dat het eigenlijk gewoon chaotisch wordt. En zeker wanneer dat het eigenlijk een hot topic werd, um, leek het alsof iedereen was en zag je ook doen over tweelingvlammen, Zelfs ook mensen die geen tweelingvlam zijn. Maar niet iedereen is dus een tweelingvlam. Wat dat dus betekent, dat niet iedereen in staat is om de informatie rond tweelingvlammen op een zuivere manier te channelen. Heel veel mensen hebben daar zelfs um, weerstand ook tegen, rond het feit dat tweelingvlammen bestaan, net door het feit dat ze zelf geen tweelingvlam zijn. En dat is oké. Okay. Okay. Um, maar dus net daardoor is het als tweelingvlam zijnde, des te belangrijk om scheefgegroeide waarheden weer recht te trekken. Dat is trouwens een van mijn missies, zodat ik het ook in een volgende video over heb. Dus in deze video wil ik, in deze eerste video wil ik je vooral alvast meenemen in die hype, uh, de actie gebeuren rond die mannelijke en die vrolijke energieën. Nu, zoals hij weet, uh, hebben we allemaal mannelijke en vrolijke energieën in onszelf, los van het feit of je een tweelingplan bent of niet. Um, en doorheen het proces van bewustwording, wat we ook wel essentie noemen, leren we hoe dat we die energieën kunnen healen. zodanig dat we ze in balans en harmonie kunnen gaan gebruiken en kunnen gaan leren samenwerken. Net zoals dat jij leert om jouw ego niet te elimineren, maar leren te gebruiken ten dienste van je ziel, is dat eigenlijk net hetzelfde met die mannelijke en die vrouwelijke energie. Dus het is belangrijk om te herkennen hoe dat jij beide energieën in jezelf gebruikt vanuit de vervormde gekwetste versie. Want dat is waar we mee beginnen. Dat is het gevoel dat je nu waarschijnlijk, of te zeggen je al wat langer bezig bent, dat kan natuurlijk ook, maar waar dat nog de meeste mensen in zitten. Uh, dus transformeer de wonde die aan de basis van dat gedrag ligt. En dan kan je die energie in jezelf gaan geven. Dus kijk van waaruit dat bepaald gedrag ontstaat. Dus ontstaat het dus vanuit de vervormde mannelijke energie? Ontstaat het dus vanuit de um, vervormde vrouwelijke energie? Um, en weet dat bepaald gedrag, ook, uh, um, of bepaalde wonden ook op verschillende manieren zich kan uiten. Afhankelijk of het zich uit in de mannelijke of in de vrouwelijke energie had die wonden op een andere manier uh, een bepaald gedrag vertonen, maar het kan over dezelfde wonden gaan. Dus nu een van de dingen die vaak verkondigd wordt in, tweelingvlam, in de tweeling um, is dat degene die de ziel heeft, die van nature uit mee de vrouwelijke energie in zich draagt, vaak ook degene is die verder staat in het bewustzijnsproces. Ze zeggen dat de ziel dan, die ziel dan, dat dat degene is die voorop loopt en dat dat, de, dat dat degene is die de connectie leidt. Nu kan ik jou zeggen um, dat dit niet klopt. Als ik kijk met de tweelingvlammen waar ik reeds en mogen mee samenwerken en nog steeds werk, dan kan ik zeggen dat het niet altijd klopt. Bijvoorbeeld, voor mij klopt het wel, maar het klopt niet voor iedereen. En ik ga dat helemaal ook uitleggen. Dus ga ik nog niet af, we zijn er nog niet. De reden hiervoor ligt dan in het ontstaan van de zielen, wat we nu tweelingvlammen noemen. En op het ogenblik dat die zielen zich afsplitsen van de bron, ontstaat er onmiddellijk dualiteit. Dus ze maken namelijk geen deel meer uit van de eenheid, omdat ze ervoor gekozen hebben zichzelf te gaan realiseren. Wat dat wil zeggen, zichzelf gaan uitdrukken geen verschillende incarnaties. om ervaringen op te doen, om zichzelf uit te breiden. Om nog meer te leren over dualiteit. Om zo uiteindelijk weer tot eenheid te kunnen komen, maar vanuit nog steeds die individualiteit. Met andere woorden, we groeien als ziel terug naar eenheid, eens dat we volledig geleerd hebben over alles, zodat we kunnen leren over de dualiteit, zodat we niet vergeten, eens dat we terug in die uh, eenheid, of daarmee mee verbonden zijn, dat we onze eenheid, dat we dat nog weten, dat we daar nog bewust van zijn. Ook al voelen we ons verbonden met alles en iedereen om ons heen. We zijn de anderen en dan toch eigenlijk weer ook niet. Nu. Op het moment dat tweelingvlammen zich afsplitsen van de bron, krijgen die dus eigenlijk onmiddellijk die onverbreekbare connectie. Waardoor één van de zielen meer de mannelijke pol, dus de mannelijke magneet in zich draagt, of de negatieve pol. En dan uh, de, de andere ziel, de andere tweelingvlam, krijgt automatisch ook de andere energie, de andere pol, de andere magneet, de andere kant van de magneet. Maar dat betekent dus niet dat ze doorheen verschillende incarnaties altijd met dezelfde meerderheid aan energie in zichzelf gaan incarneren. Dus de ziel, geboren met de mannelijke magneet, om het zo uit te leggen, kan er even goed voor kiezen om in dit leven of in de vorige levens uh, meermaals te incarneren met een meerderheid aan vrouwelijke energie in zichzelf. En dan op dat moment zou het lijken dat die persoon eigenlijk meer de vrouwelijke pool is, terwijl dat die eigenlijk oorspronkelijk de mannelijke pool is. Maar ook omgekeerd kan die vrouwelijke magneet of die vrouwelijke pool ervoor kiezen om te incarneren met een meerderheid van mannelijke energie. En dus dat creëert heel veel verwarring en heel veel, veel, veel frustraties, omdat er zoveel readingen en, en, en informatie verspreid wordt over die mannelijke en die vrouwelijke energieën, terwijl dat misschien de dingen die nu eventjes kloppen, maar dan plots niet meer. En wat zie je ook doorheen de evolutie van uh, tweelingvlammen, is dat eens die incarnaties dat we doorheen gaan, dat we kiezen, dat we, dat we op ons nemen, dat tweelingvlammen eigenlijk ook afwisselen om lessen te leren, terwijl dat de andere ziel in de etherische wereld bleef en dus eigenlijk dient steeds afschiet. Om op die manier de meeste lessen en de grootste groei te kunnen doormaken. Nu, um, omwille van de, of door de collectieve bewustzijnsverschuiving waar we nu doorheen gaan, zijn tweelingvlammen massaal eigenlijk naar de aarde gekomen ter ondersteuning van die verschuiving. Niet alleen om samen te komen in een eenheid, als een romantisch koppel, maar vooral ook omdat hun energieën gebundeld kunnen worden. Hun beide uitgebalanceerde energieën vormen namelijk een superkrachtige vortex, waardoor onvoorwaardelijke liefde naar elkaar, dus naar elkaar, dat de beide tweeling maar zo ook naar de aarde en de rest van de bewoners kan stromen. En dat betekent dat er evengoed vrouwen zijn waar dat lijkt dat ze meer de mannelijke energie in zich dragen, maar ook omgekeerd mannen die meer de vrouwelijke energie in zich dragen. Maar opnieuw, dit zegt niets over de kern als tweelingvlam. Dus tenslotte is dat uiteindelijk zelfs niet belangrijk om te weten. Want van zodra dat jij als tweelingvlam het nodige werk hebt gedaan, en dus een zekere mate van maturiteit hebt bereikt in je zielsgroei, dan is jouw energie in balans. Jouw eigen mannelijke en vrouwelijke energie is in balans. Die is geheeld en daardoor verschuift het punt van magnetisme in jouw connectie. Dus eens dat jouw tweelingvlam dan ook die balans heeft gebruikt, dan wordt de energie nog veel meer dan voorheen ook uh, uh, heen en weer gestuurd. Dus tussen, dus tussen jullie beiden zielen eigenlijk nog. Tussen beide vlammen uitgewisseld en voortdurend heen en weer gestuurd. En dan merk je dat er eigenlijk eenheid is ook in jullie tweelingvlamconnectie. Er is meer balans, er is meer harmonie. En eigenlijk die liefde stroomt voortdurend tussen jullie beiden. Um, en je gaat ook zien dat je samen aan jullie zielsgroei gaat gaan werken. Dus dat je elkaar niet meer zo hard gaat gaan triggeren. Ja, de, de, er gaan nog triggers zijn natuurlijk. Maar het gaat niet meer zo'n explosie teweegbrengen En een scheiding teweegbrengen, brengen waar dat voordien wel zo was. En ook hier, hiervoor hoeven jullie zelfs ook niet fysiek samen te zijn. Dus eenheid wil niet zeggen dat je fysiek samen bent. Dus het is ook belangrijk om daar boven te staan en dat los te laten, dat idee los te laten. Dus als jij nu als man of vrouw nu eerder resoneert met die mannelijke of die vrouwelijke energie, weet dat dat niks zegt over jouw kern. Het zegt enkel over waar je staat in jouw zielsgroei op dit moment. En uh, waar dat je naartoe gaat, wat dat de bedoeling is, hoe dat het verbonden is met je missie. Want jouw doel nu is namelijk eenheid creëren. En dit hangt dan voornamelijk weer af met de zielschreeuw van jullie benen, zoals ik daarnet gezegd heb. En ook met de afspraken die jullie benen gemaakt hebben. Afhankelijk van wat je wil leren, afhankelijk van hoe dat jullie afgesproken hebben, hoe dat het allemaal in dit leven zal gaan verlopen. Nu, ik wil natuurlijk wel een aantal handvatten meegeven om daarmee om te gaan. Want wat het handig is om te weten, is dat de mannelijke energie, Zowel die in jezelf als diegene die dan meer de mannelijke energie in een connectie op zich neemt in een bepaalde momenten in de tijd. Die is gericht op verandering in het externe, dus op het fysieke. En hierdoor zal je merken dat nou, wanneer je meer in je eigen mannelijke energie zit, dan er meer zaken gaan verschuiven in het fysieke. Of dat je meer actie gaat ondernemen, afgestemde actie gaat nemen. De vrouwelijke energie daarentegen heeft eigenlijk als hoofdtaak om te leren vertrouwen op het innerlijke. Op die dingen die niet zichtbaar zijn. En dus daar ga je dan vooral ook zien dat, uh, dat er interne veranderingen en interne groei is. Maar ook hier, dat zijn stukken die eerst en altijd eerst in jezelf mogen en moeten plaatsvinden, om dan in een latere fase zich ook te materialiseren in je connectie. Dus zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden. Dat is volgens één van de universele wetten. Excuseer. Dus het is ook belangrijk dat je daar heel veel angsten van rond loslaat. Uh, het is belangrijk om bewust te zijn dat je niet voortdurend vastzet aan systemen en templates dat, en woorden dat, en labels dat iemand anders gebruikt om iets uit te leggen. Ik zou zeggen, ontgaat jezelf daar iedere keer heel bewust van. Het is goed, het helpt om iets te begrijpen, maar tegelijkertijd laat het ook weer los. Dus zet je niet vast op de ene of andere energie, want dat zou er enkel maar voor zorgen dat je jouw zielsgroei en die van je connectie afremt. Dus ook hier, laat het over aan jouw ziel. Jou ziel of jullie zielen, die kennen het plan. Jij hebt jouw team die jou begeleidt, jouw tweelingplan heeft gezien of haar team. En er is ook een team speciaal en enkel alleen maar voor de connectie. Dus vertrouw op de dingen die je doorkrijgt en blijf gewoon verder werken aan je eigen schaduw. En dan zal je zien dat jij jouw magnetisme gewoon verandert, naar gelang waar je staat in je proces en naar gelang wat de dingen die nodig zijn. Er zijn periodes waarin ik meer in mijn vrouwelijke energie zit. En dan bijvoorbeeld klanten aantrek die meer in hun mannelijke energie zitten. Omdat ze moeten leven binnen met die vrouwelijke energieën. En omgekeerd zijn er momenten waarop ik meer in mijn mannelijke energie zit. En dan eigenlijk meer vrouwelijke mensen aantrek. Dus ook daarin is het belangrijk om daarin in te spelen. En gewoon te volgen wat dat er op je pad komt. En wat dat er uh, getoond wordt. Nu, als je dat wil leren. En zeker als je een tweelingvlam bent. Dan raad ik jou aan. Uh, om um, het, het uh, traject, de zelfrealisatie vanuit het hartgedragen bewustzijn uh, te volgen. Je kan natuurlijk ook één op één mee samenwerken, um, maar in, uh, de, in het traject met de vlammen zijn er heel veel transmissies opgenomen, waarin dat we jou meenemen doorheen je verschillende chakrasysteem systeem um, En om uh, aan de hand van de zielslessen die verbonden zijn aan de verschillende vlammen, om die te integreren zodanig dat je uh, sneller vooruit kan gaan. Um, 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 wat wou ik nog zeggen? Uh, tijdens de komende vier andere video's die nu elke dag één zal uh, verschijnen. Ik ben ze uh, ik ga per dag één opnemen. Um ga je ook merken waarom dat uh, tweelingvlammen zo nauw verbonden zijn met de universele vlammen en waarom dat ik zo hard blijf doordrammen over het leren werken met die universele vlammen. Zeker als tweelingvlammen, zeker als lichtwerkers, is het belangrijk om daarmee actief mee te gaan leren werken. Uh, omdat het niet alleen voor je eigen groei en je eigen proces en je eigen manifestaties heel handig en een heel krachtig doel is, maar je kan het ook gaan gebruiken voor anderen. En dus op die manier kunnen we dan de wereld stap voor stap, hart voor hart gaan veranderen. Zo, ik zou zeggen, heb je vragen? Loop je ergens tegenaan? Um, wil je iets beter en duidelijker gaan begrijpen? Uh, weet dan dat je mij kan contacteren via mijn website. Um, er staan nog een heleboel nieuwe dingen ook weer op het programma. Dat je met tijd en stond uh, op de hoogte zal mee van gebracht worden. Maar dus, um, ik wens je alvast heel veel succes. Blijf gewoon verder gaan. Blijf gewoon uh, de dingen aankijken die naar boven komen. En dan ga je zien dat jouw leven uh, in één... Web als het ware gaat veranderen. Als je binnen een hier en een jaar terugkijkt. ga je verstaan van welke groei je doorgemaakt hebt. Zo, ik ga het stoppen, want anders blijf ik maar uh, ratelen. <laughs> ik zie je wel weer in een nieuwe video. Dag.